Een opvallende wijziging in de Beuningse regelgeving. Als een van de eerste gemeenten in Nederland mag je daar straks met 2 huishoudens op 1 adres ingeschreven staan. Volgens mij is de woonbehoefte zo groot dat er genoeg mensen zijn met wat grotere woningen om ook jongeren, starters een kans te geven die niet per se familie van elkaar hoeven zijn om toch tot de woningbouwmarkt toe te komen. En verder in het nieuws vandaag, ook vanavond staat metalband Rammstein weer in het Goffertpark. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de geluidsnorm? En laatste leerlingen nemen afscheid van het Dominicus College. De gemeente Beuningen gaat dat als een van de eerste gemeenten in Nederland toestaan om met 2 huishoudens op 1 adres ingeschreven te staan. Tot nu toe was dat alleen toegestaan wanneer er sprake was van een familiaire relatie of mantelzorgfunctie. Dubbelwoningen. Uniek in Nederland en nu dus in de gemeente Beuningen. In Nederland is de woningnood zeer hoog en daarom komt de gemeente nu met een oplossing. Nou, dubbelwoningen is uniek in Nederland. Wat ons betreft is er maar 1 gemeente in Nederland die ongeveer hetzelfde heeft. Wat de bedoeling is, mantelzorgwoningen kenden al. Dat betekent als je 60 plus was en een zorgvraag had, dat je dan een kind of familielid bij jou mag blijven wonen in de woning zelf, in een bijgebouw of aan een aanbouw. Maar eigenlijk dachten we bij onszelf, volgens mij is de woonbehoefte zo groot dat er genoeg mensen zijn met wat grotere woningen om ook jongeren, starters een kans te geven die niet per se familie van elkaar hoeven zijn om toch tot de woningbouwmarkt toe te komen. Met wildvreemden dadelijk op de bank. Volgens wethouder Kobussen is het vanaf komende zomer mogelijk. Nou, we hebben vorige week als college de beleidsregels vastgesteld. Nu komen ze te inzagen, daar kunnen mensen hun visie op geven. De raad is inmiddels ook per brief geïnformeerd. Dus ik verwacht dat we komende zomer dat de regels in gang kunnen staan. En dat mensen dus een omgevingsvergunning daarvoor kunnen aanvragen. Toch heeft de gemeente wel enkele voorwaarden gesteld aan het woningdelen. Nou, je moet een omgevingsvergunning indienen. Die is maximaal 15 jaar oud. Waarin je aantoont hoe je gaat samenwonen met die andere mensen. En dat houdt onder andere in dat je gaat kijken hoeveel oppervlakte je daarvoor in beschikbaar neemt. Dus het kan niet zo zijn dat je 1 wildgroei krijgt aan allemaal mantelzorgwoningen en chalets. Hij moet wel passen binnen het perceel dat je hebt. Nou, we hebben wel gezegd dat we recreanten en arbeidsmigranten uitsluiten. Omdat we geen gedoe willen voorkomen. En uiteindelijk ben je ook zelf verantwoordelijk voor wie jij in je eigen huis of in je bijgebouw wil laten wonen. Bewoners kunnen een omgevingsvergunning aanvragen om te gaan woningdelen. In die omgevingsvergunning moet wel duidelijk vermeld staan hoe het woningdelen wordt aangepakt. Ook kan er altijd nog door buurtbewoners bezwaar worden gemaakt. Nee, het is heel erg belangrijk dat in de omgevingsvergunning staat ook wat beschreven rondom inritten. Want je wil natuurlijk niet te veel parkeerdruk. Dus je moet daaraan aantonen dat je dus niet extra parkeerdruk hebt. En daarnaast is het zo als buren het niet mee eens zijn. Het is natuurlijk altijd even handig dat je zelf aan je buurman aangeeft dat dit gaat gebeuren. Dat mensen dus ook bezwaar kunnen maken tegen de verleende omgevingsvergunning. Voor heel veel kinderen is lezen en schrijven koek en ei. Maar toch is dat voor steeds minder kinderen zo. De leesvaardigheid van kinderen in Nederland gaat namelijk steeds verder achteruit. In de Groesbeekse bibliotheek hebben ze daar iets op bedacht. Prentenboeken die worden voorgelezen, samen taalspelletjes spelen en genoeg lekkere hapjes en drankjes. Zo zag er een leesfeest in de bibliotheek van Groesbeek eruit. Samen met landelijk project De Voorlees Express worden er dit soort activiteiten gehouden om laaggeletterdheid bij jonge kinderen tegen te gaan. De Voorlees Express is een landelijk project en dat is voor kinderen van 2 tot 8 jaar. Omdat we weten dat dat vooral de taalgevoelige periode is. En als kinderen in die periode veel voorgelezen worden, luisteren naar mooie verhalen, taalspelletjes spelen, dan hebben ze daar in hun toekomst heel veel profijt van. Marjolein Haarhuis legt uit dat voorgelezen worden erg helpt bij de taalontwikkeling van jonge kinderen. Boekentaal is rijker dan spreektaal. En kinderen, vooral in de leeftijd van 2 tot 8 jaar, die willen ontzettend graag leren, ontdekken. Nieuwsgierig zijn ze, komen met mooie vragen. En ze zijn in die periode ook heel gevoelig voor het leren van nieuwe woorden. Dus als we dan inzetten op, en dan vooral ook inderdaad de kinderen kijken naar gelijke kansen. Dat vinden we ook heel belangrijk vanuit de bibliotheek en de Voorlees Express. Dan geven we ze gelukkig en hopelijk dus ook veel mee in hun rugtas. Daarnaast geeft het lezen en voorgelezen worden een enorme boost in het zelfvertrouwen van de kinderen. Het mooie aan voorlezen is een hele fijne
knusse manier om over thema's te praten. En de prenten nodigen ontzettend uit om al het gesprek over te hebben. En dat merk ik ook tijdens de eerste keer dat ik er ben in het gezin. En ik neem boeken mee. Is een verbindende factor. Prentenboeken, dan wel informatieve boeken wat de kinderen interesseert. En dat vertrouwen, dat helpt zeker. Naast het organiseren van leesfeesten gaan er vrijwilligers wekelijks langs bij gezinnen waar hulp nodig is bij het lezen en voorlezen van boeken. En we hopen vooral dat daardoor ook ouders geactiveerd worden en gestimuleerd worden om zeker bij te dragen aan een positief leesklimaat. De Nijmeegse partijen SP, GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren zijn woedend over de volgens hen intimiderende manier waarop krakers door de eigenaar uit de voormalige bioscoop Carolus zijn gezet. Ook hekelen ze het optreden van de politie omdat hij niet onmiddellijk een einde maakte aan de huisvredebreuk. Ze willen weten of het stadsbestuur de ontruimingsactie ook veroordeelt. Over Betuwe wil snel alle overgebleven conventionele verlichting bij trainingsvelden van voetbal- en hockeyclubs vervangen door LED. Omdat het de verenigingen duurzamer maakt en een forse besparing op de energierekening oplevert. Clubs die al investeerden in LED-verlichting krijgen die investering terug of krijgen een kwijtschelding als ze er geld voor hebben geleend. De gemeente wil voor het project €200.000 uittrekken. De gemeente Bergendal telt momenteel veel grote panden die kunnen worden omgebouwd tot woningen. Het gaat onder meer om 3 kerken, 3 voormalige supermarkten, een politiebureau en een gemeentehuis. Dat zegt de gemeente Bergendal in antwoord op raadsvragen van kernachtig Groesbeek. In 8 gemeenten van regio Nijmegen staan grofweg bijna 4000 panden leeg. Relatief is de leegstand het grootst in de gemeente West-Maas en Waal, namelijk 3,3%. Nijmegen bezit in absolute zin uiteraard de meeste leegstaande panden, namelijk 2460. De gemeentelijke websites voor de inwoners van Bergendal scoren wat betreft digitale toegankelijkheid duidelijk een onvoldoende. Bergendal presteert hiermee onder het landelijk gemiddelde, zo constateert de fractie van D66 in de gemeenteraad. Het gaat om 10 websites en apps van de gemeente, zoals Sportbedrijf, Archiefweb, Raadsinformatie en Kaartviewer. Slechts 2 van de 10 websites voldoen aan de wettelijke verplichtingen en geen enkele website voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Zo'n 60.000 fans in Nijmegen genoten gisteravond van een optreden van Rammstein. Wie het optreden heeft gemist, hoeft niet te treuren, want de metalband staat vanavond wederom in het Goffertpark. Toen de metalband vorig jaar in Groningen speelde, was er sprake van veel geluidsoverlast en voldeed de band niet aan de geluidsnormen. Onze verslaggever Jennifer Straub ging op onderzoek uit hoe dat in Nijmegen zit. Nou, momenteel is er nog geen concert gaande, dus we zijn even aan het meten hoe erg het geluid momenteel is. Nou, zoals u kan zien slaat het uit op zo'n 38, 39 decibel, dus dat valt nog wel mee. Maar als eenmaal het concert gaande is, gaan we ervan uit dat dat toch wel iets harder zal zijn. Omwonenden in de buurt van het Goffertpark hebben vaker last van geluidsoverlast door concerten. Ja, ons woningcomplex dat grenst natuurlijk aan het Goffertpark. We wonen relatief dichtbij, zo'n 200 meter. En met de zomer zijn er wel vaker concerten. En ja, dat heb je wel duidelijk te horen. En zeker als je ramen even hebt openstaan of de wind staat onze kant op. Dan krijg je alles luiden duidelijk mee te horen. Hoewel dit hinder op kan leveren, heeft bewoner Stijn wat dat betreft geluk. Hij geniet van de flarde muziek die zijn appartement binnenkomen vliegen. Maar helaas voor zijn buurtbewoners is niet iedereen even blij met die harde concerten. Ja, sommige buren die ervaren hier meer last van. Ik woon zelf aan de binnenkant van het complex, dus mijn kamer is al redelijk afgeschermd. Maar ik kan begrijpen dat de buren die meer aan de voorgevel wonen, ja, die krijgen wel echt een volle klap. Daar heb ik ook wel eens van gehoord dat die lasten van hebben en dan ook moeite met slapen door het geluidsoverlast. Harsma benoemt hierbij ook dat de geluidshinder voor dieren hoger ligt dan voor mensen. Ja, we hebben 2 vogeltjes, 2 valkpakietjes. En je merkt wel dat als die harde muziek aan staat, of vooral diepe bas... De diepere bastonen, dat ze daar soms wel van kunnen schrikken, maar over het algemeen hebben ze niet heel veel hinder ervan. We staan hier bij het Rammstein Concert inmiddels, de eerste avond tot 2 avonden. En we hebben zojuist weer een geluidsmeting gedaan om te kijken hoe hard het nu uitslaat nu het concert eenmaal aan gang is. Hij slaat maximaal uit op zo'n 80,6 decibel, dat valt nog redelijk mee. Pas vanaf 120 decibel is er kans op zware gehoorschade, maar
Als je langdurig blootgesteld wordt aan 80 decibel, heb je ook al kans aan gehoorschade. Dus het is wel een beetje krap. En zoals u kan zien, staan we redelijk ver bij het concert, bij het podium vandaan. Geluid van 80 decibel kun je 8 uur per dag veilig horen. 120 decibel of meer kan direct je gehoor beschadigen. Voor de fans een reden goed hun gehoor te beschermen, maar gelukkig voor omwonenden dus geen risico. Dit had gemeente Nijmegen erover te zeggen. Er is een evenementenvergunning verleend met daarin ook een ontheffing van het verbod op geluidhinder. Deze ontheffing is verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, APV, en de beleidsregels geluid voor evenementen in de open lucht. Tijdens het evenement zal de gemeente controlemetingen verrichten. De ontheffinghouder moet ook zelfstandig geluidmetingen verrichten en deze in een logboek bijhouden. Rammstein speelde in 2022 al 2 uitverkochte shows in Nijmegen. De geluidsnorm in Nijmegen is geschikt voor dit soort grote evenementen. Kortom, de situatie van Groningen speelt hier dus niet. De laatste keer door dat ene gangpad naar dat ene lokaal. Voor leerlingen en medewerkers van het Dominicus College in Nijmegen was het echt de laatste keer. De school gaat sluiten en daarom kon er vorige week afscheid genomen worden van de school. Het Dominicus College in Nijmegen-West sluit per 1 augustus na 168 jaar zijn deuren. Personeel en leerlingen van de school konden voor een laatste keer afscheid nemen. En dat doen ze met tal van afscheidsactiviteiten. Nou, we hebben een heleboel afscheidsrituelen bedacht. En vandaag doen we Dominicus to go en morgenmiddag ook van 4 tot 6. Mag iedereen langskomen, cadeautje mee naar huis zolang de voorraad strekt. Nog 1 keer kijken en dan gaan we op 5 juli met het personeel voor de laatste keer de sleutel omdraaien. 1 laatste keer dus, op een plek waar zoveel herinneringen zijn. Dat voelt voor de meesten een beetje gek aan. De laatste keer, hoe voelt dat? Nou, wel een beetje gek om hier na 3 jaar terug te zijn, maar wel leuk, denk ik. Heel raar. Ja. Nostalgisch, maar het is wel heel leuk. Ja, heel erg merkwaardig, ja. Maar ja, alles gaat voorbij. Ja, het is inderdaad gek. 5 jaar lang niet meer hier geweest. En dan nu is het de dag dat je de laatste keer had gehad. En dus nu is het op deze manier de laatste keer. Dus dat is toch wel gek eigenlijk. Afgelopen jaar was de school erg leeg. Toen bekend werd dat de school ging sluiten, vertrokken de meeste leerlingen direct naar andere scholen. Toch kijken leerlingen en medewerkers van de school met veel mooie herinneringen terug op hun tijd op het Dominicus College. Ik heb alleen maar mooie herinneringen. Ik heb al heel lang geleden eindexamen gedaan, in 1971. Ik vond het wel heel leuk hoor. Dat ten eerste, ik vond het echt heel leuk hier. Maar ik denk toch wel een beetje dat die domme dingen doen in de pauze, denk ik. Dat dat toch wel heel leuk was. Maar ik zat ook met corona hier, dus dat was sowieso gek. Deze school stond altijd bekend als een beetje een kakschool en geregeld en zo. Maar ik vind het eigenlijk een hele levendige school wel. Zeker als je ook ziet hoe iedereen uitvliegt. Ja, ik denk emoties, ja. Als je ouder wordt, dan komt het verleden weer op een andere manier terug. Ik hoop vooral dat iedereen gelukkig wordt op de plek die hij volgend jaar heeft. En daar hebben we alles aan gedaan. Ik weet dat ik niet iedereen gelukkig kan maken, maar we hebben echt alles aan gedaan om iedereen goed te plaatsen. Zowel leerlingen als collega's. En ik zou zeggen, stap erin, maak er iets moois van. En mocht het niet lukken, steek je vinger op, want dan mogen mensen ook nog een keertje switchen. Dus het komt vast wel goed. We beginnen vandaag even met een mooie foto die de weersomslag laat zien. Boven het zwart geklede publiek dat gisteravond bij Rammstein aanwezig was, ontstond na alle regen een kleurrijke regenboog. En toevallig of niet, brak ook de zon nog even door op het moment dat de band Hier komt die zonne zong. Nou, toeval of niet, morgen krijgen we meer van die zon te zien, vooral overdag. Zo nu en dan kan deze nog even achter de wolken verdwijnen, maar het wordt wel zo'n 22 graden. 'S Avonds kan er opnieuw een enkele bui vallen. Vrijdag vallen we weer iets terug, dan is het overdag vrij buiig met lokaal een klap onweer. Mocht je buiten op een groot scherm het EK willen kijken, dan moet dat wel kunnen. Tegen de avond belooft het namelijk droog te worden en te blijven. Tot zover het RN7 regio nieuws van woensdag 19 juni. Kijk voor het laatste nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Morgen zijn we terug en dan nemen we onder meer een kijkje op Heumens Oord. In het bosgebied tussen Nijmegen en Heumen wordt momenteel alweer hard gewerkt aan de opbouw van het militaire kamp voor de Nijmeegse Vierdaagse. Graag tot morgen!